Vicepresident Ronnie Breunswijk heeft bewoners van het project Altona beloofd dat er een oplossing komt voor de problemen die zij hebben met hun percelen. Enkele van de mensen beklagen zich dat hun stuk grond bezet is door derden, terwijl zij het van de staat hebben gekregen. De groep heeft middels een petitie gevraagd om een spoedige oplossing. Breunswijk stelt dat de regering alle moeite doet en zal inspelen op de kwestie. Ja, zo'n oplossing voor mij, dat is maar je. Ja. Maar na de woon, de samen is het daar niet, ook naar de solie, als je problemen hebt. Ja, bon? Oké. Dus hoe naar woon, ik weet het met jou, zeker. Maar ik weet het wel als de zaak. Hoe ga je alles aan? Hoe ga je wandelen, alles is. Dat is ook wel een beetje, dat is ook wel een beetje, dat is ook wel een beetje, dat Maar isabi, dus dat is niet bij je. Je bij naar centrale bank, je bij ons werk in kosten, je bij alles aan het doen. Maar ik is transport alles aan. Ja, transport is niet zo veel probleem. Dus maar je hebt transport daarbij, je hebt twee wijzen daarbij doen. Dan al kon in hart. Enkele van de mensen gaven aan dat zij uit huis zijn gezet. Breunswijk zal de zaak bespreken in regeringsverband en dat er op een termijn een oplossing zal komen.